verschrikkelijk. Maar ja, goed, ik let er nu weer op. Je voelt me, ja, sorry hoor, voor dat. Ik wil even. Hey, hallo, Paul hier van de Wegenwacht. Nou, ik sta hier midden in de Ardèche bij ongeveer de grootste toeristische trekpleister die er is. De natuurlijke brug van Vallon-Pont-d'Arc. Nou, zoals jullie zien is het hier belachelijk druk. Dus ik eet mijn broodje op en I'm out of here. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ben onderweg van het plaatsje Vallon-Pont-d'Arc naar Bordezak. Daar staat mevrouw Van Boom en haar auto heeft een koppelingsprobleem. Hallo. Hi. Paul. Ja, Marianne. Van de Wegen. Hoi. Helemaal in Frankrijk. Ja. In de Ardèche. Nou, de Gare heet het hier, is het de Gare? Ja. Oh, ik was helemaal in de veronderstelling dat het nog in de Ardèche zat. Nee. Is het zo mooi? Ja. Dus ik begreep van u, ook via de alarmcentrale, dat er problemen met de koppeling. Ja. De koppeling komt niet meer omhoog. Nee. Je trapt hem in en dan blijft hij onderin. Ja, dan blijft hij onderin hangen. En dan heel soms komt hij met zo'n kloink weer naar boven. Okay. En anders moet ik hem, als het lang duurde, ja, dan deed ik hem met mijn voet omhoog. Okay. Hoeveel kilometer geleden is het ongeveer begonnen? Ik dacht voor Lyon. Voor Lyon. En was het lekker warm ook? Goed heet buiten? Vreselijk was het. Canicule, hè? Oké. Okay. Canicule? Hittegolf. Okay. Heet dat zo? Ja. Yeah. Learning all the time. Check even het gecombineerde reservoir. Daar zit hydraulische vloeistof in voor zowel het remsysteem als het koppelingssysteem. En dat staat een beetje laag, dat pijl. Nou, dat geeft een beetje pijn. Ja, blijf maar lekker pompen. Oké. Hij staat weer open nu. Perfect. Oké, nou even bovenin houden. Even bovenin houden en dan heel langzaam naar beneden. En dan beneden houden. Ja, nu doet u de koppeling. Perfect. Nu ingedrukt, wat ingedrukt, hè? Ja. Ja. Hij komt vrij, hè? Ja. Gaat hij zo achteruit? Oké. Komt goed vrij, hè? Ja. Oké. Gaan we even wisselen. Nou, wat was nou het probleem? Er zat wat oude koppelingsvloeistof in het systeem. En oude koppelingsvloeistof, dat trekt water aan en in water zit zuurstof. En als het dan warm wordt, dan ontstaan er allemaal luchtbelletjes en dan krijg je dit probleem. Ontluchten, nieuwe vloeistof erin en mevrouw Van Boom kon weer rijden. Na deze klus, tijd om terug te gaan naar mijn camping. Mijn ouders die zijn op bezoek in Frankrijk en ik vond het dan ook leuk dat mijn mam, na 21 jaar Wegenwacht, eindelijk eens een keertje meereed in de Wegenwachtauto. Vond je dit nou een leuke vlog? Duimpje omhoog voor mij. En heb je een comment of een andere vraag of iets dergelijks, staat het dan achter onder dit filmpje. Deze zomer zijn we met een aantal collega's aan het werk in Frankrijk en Italië en natuurlijk ook gewoon in Nederland. Wil je nou meer van deze vlog zien? Volg ons dan op amw.nl of op ons YouTube kanaal. Groetjes, dit was Paul. Au revoir!